Aldo ligt in het ziekenhuis. Het gebeurde afgelopen zaterdag. Aldo was gewoon lekker aan het voetballen, wat hij elke zaterdag eigenlijk doet. En ineens bam, tijdens voetballen, pees afgescheurd. In zijn knieschijf. Vervolgens met de ambulance mee, waarna hij 2 nachten in het ziekenhuis moest verblijven. Daar is hij inmiddels geopereerd en gaat het goed met hem. Hij heeft alleen op dit moment nog heel erg last van zijn verdoving en kan daardoor eigenlijk niet echt werken. Hij zal dus de komende tijd ook eventjes niet in de video spelen, maar niet getreurd, want ik speel wel. Als jullie Aldo even willen supporten, abonneer dan eventjes of laat even een leuk berichtje achter hier in de comments.